Na de kraker tegen Duitsland lagen de Oranjevrouwen donderdag pas laat op bed. Maar een ochtendje uitslapen zit er niet in voor Sherida Spitsen. Onze Oranje Leeuwin heeft een belafspraak met Edwin Evers. De populaire radio-dj laat alleen even op zich wachten. Zit hij te wachten tot kerst? Ja, maar nooit geen Edwin Evers. Na wat vertraging gaat even later alsnog de telefoon en kan Sherida uitleggen waarom ze zo laat in bed lag. Met Sherida. Ja, aquajogger. Ja, dat is geen gekkigheid. Bandje om en gaan, hè, in het zwembad. Ja, met de basis hebben we dat gedaan. De wissels konden gewoon lekker naar bed na het eten. En wij moesten nog even aquajoggen. Smiddags is het tijd om te trainen en zien we vooral veel speelsters die tegen Duitsland niet in actie kwamen. En ook de reserves hebben de smaak te pakken, getuige deze hakbal van Chantal de Ridder. De internationals die een punt pakten in het openingsduel mogen het vandaag rustig aandoen. Na wat korte loop- en trapoefeningen mogen ze met een yoghurtje genieten van hun teamgenoten. En dat lukte zeker, want ook bij de wisselspeelsters lijkt het met de vorm wel goed te zitten. Kijk maar eens naar dit doelpunt. Een fantastische treffer van verdediger Leone Stendler, die haar hoogstandje viert met Chantal de Ridder en Myrthe Roefing. En nadat ook de pers te woord is gestaan, gaat de ploeg 's avonds op weg naar Kalmar om zich klaar te stomen voor wedstrijd nummer 2. Zondagavond tegen Noorwegen.